Hallo allemaal. Vandaag gaan we deze mukbang doen waarbij we al deze producten of snoep gaan proeven. Dit is. Staat hier ook. Dit is geen Nederlands. Het staat hier raspberry lime. Oh, maar daarom is er altijd een etiket in het Nederlands op de achterkant. Dat is geen Nederlandse benaming. Oh, raspberry goed. Is. Framboos. Oh, framboos en limoen. Ik kon deze tekst niet lezen. Nee, is oké, maar waarom plakken we altijd achterop een label? Zodat mensen wel kunnen begrijpen. Oeh, hij ruikt heel zoet. Hij ruikt naar framboos en niet echt lime. Ja, maar hij ruikt framboos heel erg. Ja, dank je. Oeh, het is mooi roze eigenlijk. Ja. Yes. Ik ben benieuwd of die limoensmaak ook terugkomt. We gaan het meemaken. Proost. 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 Oh, jawel. Ik proefde de limoensmaak wel. Ik proef meer framboos eigenlijk. Oh, ik had juist... Ik weet niet, ik proefde meer limoen dan framboos. Ik proef wel die moon, maar niet heel sterk, dus dat is wel goed. Ik vind deze wel lekker op zich, verfrissend. Heel verfrissend inderdaad. En ook niet zo'n sterke prik erin. Zo. Nee, dus... 4 van de 5? Ja, ik denk 4 van de 5 ook. Ja. Wel lekker. Oké. Okay. Nou, de volgende reep is normale, gewoon melkchocolade. Oh, met vanille matcha combinatie. Oh, ik ben echt benieuwd, want ik hou niet zo van matcha. En ik hou ook niet zo van vanille. Ik bedoel, ik hou normaal gesproken wel van vanille-ijs. Maar deze vanille-dingen vielen me echt tegen. Oh, nou, dat is mooi. Dus oké, die kunnen we breken nog een keer. Doe jij dat maar. Hier. Yes, dank je. Nou, mijn hele bureau, ik moet echt opruimen. Nogmaals, het ziet er gewoon uit als een normale reep, niet echt speciaal of zo. Oh, laat hem nog eens zien. De verpakking? Ja. Groen. Mooi groen. Vanille. Geen idee waar ik het moet proeven. Ik proef beide. Oké, nu proef ik het wel. Ik moest even kouwen. Dus ik proef wel lijkt die matcha. Het is eigenlijk gewoon melkchocolade met matcha. Het is heel lekker. Het heel is zacht. Heel zoet. Heel zacht is het voor de keel. Ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Het is niet verschrikkelijk. Oh, het smaakt bijna hetzelfde als die pocky, maar dan nog zoeter. Ja, het is zoeter vanwege de vanille. Ik vind het eigenlijk helemaal niks. Sorry. Twee sterren. Ik geef het 5 van de 5. Kijk, de chocola is goed, de vanille is goed, de matcha is ook goed, maar het is gewoon niet mijn ding. 5 van de 5, want ik hou van beide en chocola is altijd wel oké. Dat was iets te sterk voor mij. Nou, wat kies jij nu? Ja. Is dit een andere? Dit is met amandel. Oh, yes. Amandel, ik hou van amandel. De share size variant. Ik hou van amandel. Oké, laten we deze proberen. Oké, ik ga hier wel eens gewoon van gebruiken. Deze is iets te lastig om zelf open te maken. Toch? Yes. Oh. Het is best stevig. Deze heeft echt een stevige verpakking. Oh. Is dat één? Wow, ze zijn echt groot. Wauw. Dit is de mijne. Oh, ze hebben echt de hele amandel erin gedaan, denk ik. Ja, ik denk het ook. Met als op het plaatje, we gaan het zien. Ja. Nou. Proost. Oh. Ja, het is precies het plaatje. Het smaakt precies hetzelfde als die met de pinda erin. Alleen dan met de amandel erin. Ja. Ja, het is wat het is. Ja, het is precies dezelfde als pinda, maar dan met amandel erin. Het smaakt niet heel veel anders. Nee. Maar ja, dat verwacht je wel.
Ik vind deze een beetje droog vergeleken met die pinnen. Ja, ik wil net zeggen, mijn tong voelt een beetje raar. Ja, het is een beetje droog. Ja. Ik zou het wel gewoon eten, dus ik denk gewoon 3 van de 5. Ja. Ja. Niet de beste, want de pinda is het lekkerst. Mm-hmm. Maar als ik het zou vergelijken. Maar wel gewoon lekker, inderdaad. Gewoon goed om op te snacken. Ja. Oké, zeg het maar. Ik vond die pretzel lekkerder. Oké, de volgende die we gaan proberen is popcorn. Deze. Oh, ik ben echt benieuwd. Melk? Ik hou van popcorn. Met popcorn en butterscotch. Oh, wacht, is dat dan witte chocola? Nee, melk. Gewoon melk chocolade. Ik weet niet hoe dat werkt met ja, het zou, of het is dark, of het is milk, of het is white. Dus. Oh, we hebben alleen melk, gelukkig. Ik hou niet zo van witte chocola. Dus ik heb wel zin in die butterscotch smaak, want ik hou ervan. Butterscotch is dat die... Beetje karamelachtig. Oh, karamel. Oké, popcorn. En popcorn met karamel. Oh, ik ben echt benieuwd naar die popcorn. Oh, bij deze zie je wel dat er reet, maar van de achterkant zie je een patroon erin vanwege de popcorn. Ik ben benieuwd naar de popcorn nu, Rien. Oké, als je dit kan blijven. Oh, jezus. Hij was al gebroken, moment. Maakt niet uit. Deze nog een 2. Kijk. Oh, je kunt de popcorn zien. Ja, je ziet de popcorn. Oh, wat gaaf. Oké. Je ziet de popcorn erin. Ik ben benieuwd. Yes. Oh, dit is echt heel lekker. Mm-hmm. Oh, dat is precies die ene dingen die we vroeger maakten. Die gepofte. Dit is echt lekker. Die ontbijtdingen, die gepofte ontbijtdingen met chocolade eroverheen. Sorry, ik weet even niet wat je bedoelt. Heb je dat nooit gemaakt, maar dan met karamel er nog bij? Nou, ik vind het echt ontzettend lekker. Je weet toch die... Oké, je weet hoe dit eruit ziet van die gepofte chocolade eromheen. Juist. Of is dat die driehoek? Nou, ik weet dit. Is dat die driehoek chocolade, die met de gepofte erin en dan die chocolade eromheen? Toblerone? Ja. Nee, toch? Toblerone. Of die andere, nee, Toblerone. Niet die driehoek, die andere driehoek. Die in... Ja, ik weet niet wat je bedoelt als je het niet zegt, hè. Ik weet niet hoe het heet. Ja, maar ik weet het ook niet. Dus hoe moet ik uit jou erop opmaken wat je bedoelt? Dat die driehoek is en dat die gepopt is met chocolade of in ieder geval, ik geef het 5 van de 5. Oké, ik ga het zoeken. Doe je best. Ik geef 5 van de 5. Jij? Ik geef het 5 van de 5. Deze is echt heel lekker en de karamel smaak is ook echt heel lekker. Het is echt een heel goede combinatie. Chocolade gepopte rijst. Oké. Dat is het niet. Die! Oh, ze zijn vierkant. Niet die. Die nippon. Nippon! Oh, die! Nippon! Misschien moet je een plaatje zo meteen even in beeld plakken. Van. Oké. Zoek maar op. Het smaakt als dat. Door vanwege die popcorn. Ja, vanwege die popcorn. Het smaakt naar die gepofte rijst. En het heeft de textuur daarvan. Ja, met chocola. Alleen die karamelsmaak is nog extra. Dus het is wel lekker. Het is extra zoet ook daardoor. Maar het is een goede combinatie van zoet en gepopt. Oké. Ja, even kijken. Dit. Wat is dit? Oké, dit ziet er zo leuk uit. Ja. Lijkt echt zo'n soort disco-achtig thema. Cobblestone. Ja. Zou koppel stoppen? Kop stoppen? Chewy. Wacht, is dit nou gewoon chewy? Ik weet het niet zeker. Kan ik het doorstrekken of niet? Nou, ik kom er gauw genoeg achter. Ik kom er af als het kan. Er staat nergens wat je niet... Oh. Er staat nergens wat op. 6 pieces. Oh, is zoveel calorieën. Oké. Ach zo. 6 van die dingen zijn 60 calorieën. Dus 1 is 10 calorieën. Ja, dus niet zoals die Oreo. Dat je er eentje neemt. 1 Oreo gelijk 100 calorieën. Ja. Oef. Dat is gewoon echt zo'n mini koekje. Is gelijk al 1 koekje eigenlijk. Het zijn zo'n grote koekje inderdaad. Het is een dik koekje. Dus in plaats van zo'n plat dun koekje, heb je 1 dik koekje. Yes. Oké, waar is die? Wat ratelt? Waar moet ik hem openmaken? Ik denk aan die kant. Oké, deze verpakking is best wel goed dichtgelijmd. Oh ja, dan weet je zeker dat het lijkt net kauwgomballen. Oh. Ik pak er die rode wel. Oké. Het zijn heel kleine balletjes. Ik ben benieuwd, het lijkt ook wel op zo'n mini toverbal. Ja, nou, gaan we merken.
Het is geen kauwgom, of wel? Ik weet niet zeker. Oh, hij valt wel uit elkaar. Het is geen kauwgom. Dat is gewoon chewy snoepje. Mm. Oh, het smaakt echt naar die toverbal. Maar dan kan je erop kauwen. Het is heel zoet. Maar ook een beetje zuurig, hoor. Het is echt heel zoet. Ik proef wel een soort zuurige iets. Jawel, een zuurig iets, maar... Het is precies die toverbal. Alleen deze kan je stuk kauwen. Ik moet zeggen, dit is wel echt pure suiker, hoor. Jeetje, mina. Het doet me echt denken aan die toverbal. Oh, wacht, hadden we... Die hadden we... Oké. Okay. Ja, ik zag 2 van de 5. Ik zag 3 van de 5. Hij is wel... Het is snoep, het is voor kinderen. Het is voor mijn gevoel te zoet. Maar... Het is zoet, maar het is oké.